dan maar gaan lopen, want die auto die start niet meer. Als ik een of andere dikke vette leaseauto had gehad, had ik misschien die nieuwe zakelijke Roadguard-app kunnen gebruiken om mij weer verder op weg te helpen. Over Roadguard gesproken, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ze bij Centraal Beheer op het idee komen om zo'n app te bouwen. En om dat te weten te komen, moet ik bij Jaap zijn. Piep, 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 piep. Hey Carlo, hoe kom je nou eigenlijk op het idee om zo'n app te maken? Ja, het begint eigenlijk bij het idee dat je op een gegeven moment gaat nadenken over waarom werkt PechHelp eigenlijk zoals het werkt. We zijn vorig jaar mei live gegaan met Roadguard en dat is gericht op de particuliere markt. Zakelijk hadden we eigenlijk niet van tevoren bedacht, maar we werden benaderd door diverse bedrijven uit de markt. Die zeiden, joh, ik heb een wagenparkje met bijvoorbeeld 15 tot een paar honderd auto's. En daar wil ik eigenlijk ook alleen maar betalen bij Pech voor wat ik gebruik en niet met een abonnement. Roadguard werkt ook met GPS? Yes, ja. Betekent dat we mensen die app gebruiken ook altijd kunnen volgen? Nee, dat wij weten alleen waar iemand is op het moment dat hij melding maakt. Ja? Wat voor zakelijke klanten gaan daar dan gebruik van maken? We hebben een paar bedrijven die willen beginnen, onder andere de firma Bultman uit Apeldoorn. Hi Arjen. Goedemiddag. Je doet aan autoverhuur, begrijp ik dat goed? Ja, wij hebben een autoverhuurbedrijf gespecialiseerd in bedrijfswagens. Daarnaast hebben we ook heel veel personenauto's via Hertz Nederland. Ik had begrepen dat jij de Roadguard zakelijk app wil gaan gebruiken. Ja, zeker. Waarom? Ja, eindelijk een keer iets anders dan de Wegenwacht. En ik denk dat Roadguard ons kan helpen op een nieuwe manier, zoals het moet. Wat vind je nou precies alle voordelen dan van Roadguard ten opzichte van hoe je nu werkt met PechHelp? Nou, er zijn een aantal voordelen. De kostenstructuur bij Roadguard is voordeliger dan bij andere aanbieders. Je blijft up-to-date met waar je auto is. Mijn wagenparkbeheerder weet precies wat er gaande is met de auto. Wat de kosten zijn achteraf. Dat soort voordelen zitten er zeker. Nou, terwijl Jaap alle ins en outs van de Roadguard zakelijk uitlegde aan Arjan, is de vlog weer afgelopen. Maar zit jij nou zelf ook in de zakelijke vervoerssector? En je hebt dingen gemist of ideeën over hoe zo'n PechHelp-service kan worden uitgebreid? Laat het dan even achter in de comments. En vind je gewoon een toffe vlog? Klik even op like of volg ons door te abonneren. Miep!